zijn we met... Niek! Yes! Vandaag is Niek erbij en Niek is er eigenlijk bijna altijd bij, zoals elke vlog. En ook vandaag met een nieuwe challenge. Ja! Tromgeroffel. Nou, de bedoeling van het spel is, er komt hier zometeen een doos te staan. En we hebben allemaal twee dingetjes voor elkaar uitgekozen. We weten niet wat het is. Nee. Dus ik heb twee dingen, Niek heeft twee dingen en Maxime heeft twee dingen. Dan moet je dus gaan voelen en raden wat het is. En dat zijn waarschijnlijk hele gehoorde vieze dingen. Ja. Maar is dat die van mij wel? Ik weet niet wat jullie hebben uitgekozen, maar die van mij zijn lekker gehoorde vies. Jij bent echt iemand die echt is gehoorde shit. Ik ga nu wel lopen, maar eigenlijk heb ik echt gewoon jullie gaan kotsen denk ik. Laten we beginnen en op naar de eerste ronde. Hallo, ik hoop echt zo erg dat ik niet hetzelfde heb als de rest. Maar ik heb hondenvoer. Yummy, yummy. Godverdomme, ik zou dus echt... Het stinkt zo erg. Ik ga Sofie even halen. Be right back. Omdraaien. Oog open. Het stinkt, wat is dit? Wat heb je neergelegd? Ik vind het eng. Het leeft niet, hè? Het leeft niet. Ik ben het echt op een bord. Ah! Ik durf het niet! Wat is dit? Gadverdamme, wat is dit, Maxime? Wat is dit? Ja, ranzen. Is het tonijn? Nee, het is geen tonijn. Gerookte tonijn? Nee. Wat denk je dat dit is? Ga nog even goed voelen. Voel nog even goed aan. Ja, maar dat wil ik dus niet, omdat het heel goor voelt. Is het kots? Denk je... Je moet nu een antwoord geven. Kattenvoer? Het is hondenvoer. Oh, gadverdamme. Mijn handen... Oh! Ew. Ik ruik iets. Gaan we beginnen? Moet ik gewoon gaan gabbelen? Ja, ik heb helemaal zweet aan de voel, oprecht gewoon. Eeuw, nee. Ik denk wel dat ik weet wat het is. Wat is het? Sowieso of hondenvoer of kattenvoer. Gadver. Of het is kots of zo. Ik denk hondenvoer. Denk je hondenvoer? Ja. Je bent goed! Hey! Je bent goed! Gewoon heel erg! Nee! Aanschouw, hier een prachtig Mona toetje. Oeh, hij is helemaal jiggly. Deze staat al even in mijn koelkast, dus volgens mij is die niet heel goed meer. Ja, ik ga ze er lekker bij halen. Oh. Oké. Stop. Doe je ogen maar open. Ik ben zo bang. Weet je het is? Ik zou ook bang zijn als ik jou was. Echt? Ja. Had jij dit aangeraakt? Alleen als het moest hoor, anders zou ik het nooit doen. Fuck off! Je bent me echt aan het fokken nu. Oh my god, ik wil niet! Oké, ik ga van nu. Oh my god, het is een bord. Denk je dat het pudding is? Ja. Ja, dat is goed. Echt? Het is een Mona toetje. Nee! Oh my god, nee, serieus? Dit wordt zo goed. Wat een Mona toetje. Oh, was jouw hand dat opeens al was? Stop. Heb je Maxine net horen gillen? Waren jullie dat? Ik dacht dat kinderen buiten waren. Nee, dat was Maxine. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat was Maxine. Sophie. Ja, als je mijn hart nu voelt, oprecht, het gaat echt sneller kloppen. Ik vind het echt heel eng. Ah, oh, die is gewoon schattig! Ja. Ik heb
als eerst een heerlijk zakje kipfilet. Vers van de slager. Het voelt echt heel goed. Ik ben heel benieuwd of ze dit gaan raden. Ja. Als je hier staat, dit is echt, dit is echt eng. Dit is echt eng. Ik ga het gewoon doen. Ik vind het gewoon eng voor jou. Oké, het ligt op een bord. Ja. Flikker op, wat heb je neergelegd? Is het vies? Ik zeg niks, maar ik ben blij dat ik een nieuwe water raak. Ah. Ah. Nou, je maakt het wel spannend, mevrouw. Gadver! Oh nee, dit doe je niet. Dit doe je niet echt. Is het vis? Het is zalm. Ja, hè? Nee, het is geen huisje, nee. Nee, het is kip, denk ik. Ja, het is goed. Yes! Warm! Ja! Ja! Je doet gewoon zo plak. Verder? Ja. Vier keer als ik hier weer sta, heb ik het nu alweer kut. Ja, dan krijg je helemaal kriebels, hè? Ik ga nog gewoon de arm even opstromen. Ik heb er geen zin in. Ik weet ook... Zelfs als ik hier sta, vind ik het spannend. Nee, het ligt niet op een bord. Jawel. Oh, jawel. Ja. Dat kan ik niet doen. You make me so afraid. Ik zit er. Oh. 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 Oh! Oh, This is nice. Yummy. This is nice. Wat is dit? Het is zwaar. Wat is dit? Oh, ja, ik denk dat ik het weet. Een kipfilet. Ja, je bent goed! Nee! Fuck, Sophie had het ook. Ik zei al, ik wou eerst een koeientong doen, maar die hadden ze niet meer. Ik ging naar een kinderwinkel en ik dacht, één ding mag gewoon niet ontbreken. En dat is slijm. En ik had deze rare poppetjes gezien. En als je dus in het hoofdje knijpt, dan komt er dus hier allemaal slijm uit. Maar ik weet dus niet of ze hier achter gaan komen hoe dit werkt. Maar ik hoop het wel. Kijk, hier zie je het al. Slijm. En deze is roze. Dus ik krijg allebei een ander potje. En ik hoop dat één van hun erachter gaat komen hoe dit werkt en wat hier precies in zit. Ja, stop maar. Ik heb besloten dat ik gewoon al in ga. Ik vind het wel eng. Oké, het is niet slijmerig of zo. Oh, het is wel slijmerig. Ik ben geprankt. Oh, dat is zo. Wat je zeg maar zo. Oh, het ligt op de grond. Oh, dat kan je dan toch zo opslurpen? Nee, weet je wat het is, hè? Zo'n slurpie. Ja, een slurpie. Waar doe je het niet? Ja. Welkom bij het volgende item. Ligt het op een bord? Dat zeg ik niet. Dan moet je zelf achter gaan komen. Het leeft niet, hè? Ik zeg niks. Ik zou ook niks zeggen als ik jou was. Wat is dit? Ah, wat is dit? Je moet echt hard knijpen. Ah! Ah! Ah, gadverdamme! Oh, dit is... Wat is het? Speelgoed. Ja, wat is het voor speelgoed? Ja, zo'n slijm speelgoed. Oké, ik keur het goed. Yay! Yay! Wat is het? Kijk, het is een soort, als je knijpt, spuugt die snot. En dan kan je erin slurpen. Ik heb hier vers van de visboer een prachtige forel. Ik vind vis dus helemaal niet heel vies, dus ik kok hier niet van. Ik zou hem wel gewoon zo aan willen raken, maar dat doe ik niet, want dan gaan mijn vingers stinken. Maar dit is dus mijn prachtige vis. Ik hoop niet dat ze boos gaan worden op mij. Oké! Okay. Kijk je wat. Godver! Oké, maar het is dus eten. Of uitgekotst eten, dat kan ook. Zou ik gewoon al ingaan? Ja, doe. Ja, doe. Ga al in. Oké. Gadver. Ah! Nee, er brak iets, er brak iets, er brak iets. Er was iets hard hier. Nee, hier. Er is iets... Oh, dat vind ik zo goor als er stukjes in zitten. Wat is dat hard? Is dat een oog? Is het een vis? Heb ik net de oogbal van een vis aangeraakt? Ik denk het wel. Nee. Ik denk het wel. Kijk maar. Nee. 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 Zin in! Not! Stroombord. Weet ik niet van hoe erg. Oh ja! Ik weet wel hoe ver het is! Ik weet wel hoe ver het is! Stroombord!
Zit op mijn bord. Waarom doe ik niet? Ga één keer naar beneden. Ah! What the fuck was dat? Ik wil niet. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, what the fuck is dit? What the fuck? Sof, dit heeft schubben. Ah! Wat zit aan deze kant? Dit is een vis, hè? Ja. Koude vis. Ah, godverdamme zo! Een vis met kop en al. Niek heeft zijn ogen geprikt per ongeluk. Nee! Ik dacht, ik ga al in. Dus ik ging gewoon vol tak en ik voelde al de hart. Ik heb gewoon in dat oog geport, gewoon. Niek moest bijna huilen. Ik kreeg echt een opvlieger. Godverdamme! Zo hard. Ik heb hier een levensechte vogelspin. Nee, grapje, hij is gewoon nep. Maar hij voelt wel heel echt. Dit is meer een beetje een grapje. Ik denk als je dit voelt, dat je wel denkt van, wat is dit? Maar het is gewoon nep. Ja. Ik moet zeggen, misschien heb ik wel het beste voor het laatst verwaard. Echt? Het ligt op mijn bord. Als een schorpioen is, I kill you. Nee, Nick, nee. Je hebt het al aangeraakt. Nee. Kom op. Rubber. Oeh. Ze zit helemaal te knijpen. Is het een rubber spinnetje? Ja. Ja. Kan het mij pijn doen? Het kan, maar dan moet je wel iets heel geks doen. Ik ben bang dat het leeft. Ik ben bang dat er een dier hierin zit. Ik ga het van onder benaderen. Dan zit hij mij minder snel in zijn geval. Nee, maar van onder kan hij wel. Pas wel op. Ik zou het beter van boven doen. Hoezo? Ja, ik zeg het maar gewoon als tip. Kan ik beter hier gaan voelen of hier? Oh my god, ik durf echt niet. Oké, als je maar wel voorzichtig doet, dan is het goed. Ik dacht dat het een slang was of zo. Ik heb in mijn hoofd dat het een slang is. Ah! Nou, niet schrik! Kom op, zo, je kan het. Nee, fucker, jij Maxime bent eng. Maxime heeft het ook gedaan. Heeft Maxime dit gedaan? Ja. Hey. Blijf mij niet. Oh my god, het is een slang. Nee, nu voel ik weer iets heel anders. Wat voel je? Het is geen slang. Omschrijf wat je voelt. Nou, eerst voelde ik schubben. En nu voelde ik een soort randje. Het is helemaal geen slang. Nou! Oh, ik haat jou! Deze is zo goed! En Maxime zei nog dat wij gaan. Dit is echt heel erg. Ja, maar ik voelde dit en ik dacht, oh, het is een slang. Het is echt een slang. Ik heb wel goed mijn acteerkunsten. Ja. Nou, daar zijn we dan weer. Dat was het voor vandaag. Dat was allemaal weer. Wat vonden we ervan? Ik vond het heel heftig en heel vies. Vooral die vis. Ik vond het zo grappig toen jullie mijn pudding moesten uitproberen. Dat ding maakte zoveel... Hijsa, ja, ik vond het hijsa. Echt geweldig. Ja, maar je verwacht niet dat het pudding is. Je denkt gelijk aan, het is fors. Uiteindelijk is het dan pudding en dat is zo grappig. Ja, dat maakt wel. En dat teleurstelling, dan kijk je zo en denk je, oh. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog en laat even weten in de reacties of je dit vaker wilt zien. Ja, en vergeet niet te abonneren. Zeker niet, want wij maken geweldige video's zoals je al hebt gezien. En dan zien we jou de volgende keer weer. Tot de volgende! Doei! Doei!